Op de plek waar de container stond ligt nu een betonnen plaat. Rond 4:15 vanochtend deed de politie hier de gruwelijke ontdekking. Ik werd om 4:45 werd ik wakker van een enorme kabaal. Het klonk alsof er met een bijl op metaal geslagen werd. Toen keek ik naar buiten en toen waren er ambulance, politie, brandweer. Het was echt de hele straat stond vol. Wij werden gebeld dat er huilgeluiden uit een ondergrondse container vandaan kwamen. We zijn daar natuurlijk meteen naartoe gegaan. De politiemensen treffen daar inderdaad het geluid aan van vermoedelijk een babytje. We hebben de brandweer erbij gehaald. Die hebben die vuilcontainer geopend. Het gaat om een meisje van slechts een paar dagen oud. Het kind had wel kleren aan. Ze is naar een ziekenhuis gebracht en haar toestand is stabiel. Buurtbewoners reageren geschrokken op de vondst. Ja, bizar. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik heb geen idee wat de aanleiding daartoe is. Ja, ik zou ook niet weten waarom je dat zou doen. Ja, dat is echt een schrikkel. Dat is de eerste keer wat ik heb gehoord dat in onze buurt. Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt in mijn hele carrière dat ik bij de politie zit. Dat een kind te vondeling wordt gelegd wel. Maar dat een babytje echt in een ondergrondse vuilcontainer wordt achtergelaten. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. De recherche onderzoekt van wie de baby is en waar ze is geboren. De container is meegenomen voor onderzoek. Mensen die meer over de zaak weten, worden verzocht contact op te nemen met de politie.